Vandaag wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over het verbod op de niqab. Wat denkt u daarover? Nodig. Nee, vind ik achterlijk. Vind ik niet horen. Want? Ik wil ze in je gezicht kijken. Nee, je moet nooit iets verbieden, vind ik. Het is een uiting van meningsvrijheid, vind ik. Ja, ze zullen wel hun reden hebben, qua terrorisme en dat soort dingen. Denk voor. Want? Het is niet nodig. Waarom mogen wij de gezichten van een ander niet zien? Ja, ik vind eigenlijk dat we moeten kijken naar wat de echte Nederlandse normen en waarden zijn. Want er wonen zoveel buitenlanders in ons land. Nou ja, en die zijn dus nu ook Nederlanders. Dus denk ik dat we gewoon moeten kijken naar wat de nieuwe normen en waarden van Nederland zijn. Iedereen moet dat zelf weten. Daar moeten ze gewoon mee stoppen. Ik wil graag iemand in iemands ogen kijken. En je weet nooit wie eronder zit. Dat moeten ze eigenlijk zelf weten natuurlijk. Ja. De politiek of die vrouwen zelf? Nee, die vrouwen zelf die natuurlijk een sluier willen dragen, dan moeten ze dat doen, toch? En bent u ook bang als je dan bijvoorbeeld in de tram zit naast zo'n dame? Nou, bang niet, maar ik ga wel opzij natuurlijk, want ik vind het gewoon niet normaal. Dat is hetzelfde als dus met het hoofddoekje. Iedereen die draagt een hoofddoekje. Is dat allemaal voor het geloof? Dat is dus niet waar. Want daar kleden ze eigenlijk ook vaak niet naar. Voor mij is dat iedereen moet zijn eigen geloof houden. We leven in een vrij land.